Ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een hele nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. En allereerst natuurlijk wat over de gameplay op de achtergrond. Jullie zien natuurlijk Modern Warfare 3 op de map Lockdown. En ik haal hier uiteindelijk 59-19. Maar wat nog mooier is, is dat we op het allerlaatste nippertje nog winnen. En dus wel een heel erg leuke gameplay in ieder geval om naar te kijken. Ik was hier samen met Sean. En wat we nog meer vertellen. Ja, dat was eigenlijk wat over de gameplay. Dat is alweer Q&A natuurlijk. Deel nummer 26. Elke week op zondag in ieder geval Q&A. En dat maakt het natuurlijk wel leuk. Een beetje ook om naar toe te leven, zeg maar. Ik vind het ook leuk om deze Q&A in te spreken. Vergeet niet het blauwe duimpje even omhoog te geven. Want dat steunt mij enorm natuurlijk. Want bij meer likes kom je hoog in de zoeklijsten. En het wordt af en toe wel wat vergeten om likes te geven. Dus ik vraag jullie nogmaals. Kom op jongens, likes. Dat moet kunnen. Ik heb een kanaal van 19.000 abonnees. En ik moet toch wel 200 likes op een video kunnen krijgen. Kom op jongens. Laten we er gewoon met z'n allen voor gaan strijden. Ja toch? Laat het Fish Army gelden. heb je natuurlijk een vraag aan mij. Moet je dat natuurlijk achterlaten bij deze Q&A weer. Behandel ik het volgende keer of die keer daarop in ieder geval. We gaan over naar de eerste vraag van Hintse Wijs. Q&A, hoe kwam je op? Ja. Dat is een hele, hele goede vraag natuurlijk. Dat is natuurlijk mijn intro, hè. Ja. Hier is natuurlijk Fishy weer. In het begin dat ik aan YouTube deed. Ik deed nog niet aan YouTube en Paul wel. Toen zei Paul tegen mij van Chris, je moet lekker een kanaal aanmaken. Want mensen vragen erom bij de comments. En ja, het is gewoon leuk te doen. Doe het dus gewoon voor de gein en kijk maar hoe ver je komt ermee. Ja toch? Nou is het zo dat ik in het begin ook helemaal geen apparatuur had ervoor. Dus ik ging naar Paul toe om zeg maar mijn eerste video op te nemen. Mijn eerste echte solo video. En daar begon ik zo van. Hallo, ik ben Vis en ik ben 34 jaar, of tenminste ik was 32 jaar toen de tijd. En ik maakte echt een teringzooi van. Er klopte helemaal niets en ik ging het weer stoppen en ik ging schelden op het laatst. Van ik kan helemaal niks en Paul moest lachen buiten, want hij had een beetje stiekem mee te luisteren. En hij zegt, nou dat wordt een beetje lastig inderdaad. Ik zeg, wat is het probleem? Is het nou, eigenlijk is het niet het probleem, is wat als je eenmaal bezig bent dan gaat het wel. Maar het probleem is eigenlijk zeg maar die eerste paar zinnen. Van hè, lekker dat je lekker erin komt. Hè? Jongens, hier ben ik. En bla bla bla. Ik zeg, ik kom er maar niet uit. En ik krijg het helemaal niet voor elkaar. En ik weet geen intro. En Paul had wel een intro, zeg maar. Die had er van yo, gasten, de King 77NL. Ik weet het eigenlijk niet. Dus ik zat een beetje te haperen. Van ja, wat moet ik doen? Ja, vis. En toen zei Paul van, hey, dat is misschien wel leuk, iets met ja. En sinds die tijd gebruik ik dat eigenlijk. En in het begin zei ik wel zo van, ja, je vis weer. En toen was het ja, vis hier weer. En dat is langzaam een beetje veranderd naar ja, hier is natuurlijk vis hier weer. Dus ja, daar zo kom ik eigenlijk op ja. Het is eigenlijk zo van ja, ik moest een intro hebben. En een one-line, tenminste een begin zeg maar, dat je lekker inkomt in die video. En ik had helemaal niks in het begin en uiteindelijk kwam ik op ja. En sinds die tijd is het ook nog steeds, vind ik, het lekkerste om daarmee te beginnen. Omdat je gewoon lekker erin zit. Voor mijn gevoel dan, hè. Excuus nog steeds voor het hoesten. Maar ik ga het niet knippen, want het is gewoon, weet ik, raar. Jens Lanskamp. Ik ben gewoon nog een beetje grieperig. Kan gebeuren. Jens Lanskamp. Q&A. Als je een van deze dingen voor altijd uit kot kon halen, zou je dan snipers/campers of campende snipers? Dat zijn inderdaad twee verschillende dingen. Of lag eruit halen. Of wat anders. Dat is wel een hele goede vraag. Ik denk dat ik het toch uiteindelijk voor de lag zou gaan. Kijk. Dat is namelijk iets wat ik niet kan voorspellen. Zeg maar. Want de ene keer is lag erger dan de andere keer. En het is zo fucked op irritant. Vooral nu bijvoorbeeld MW3. Dat is gewoon, je speelt alleen maar tegen Amerikanen. Je hebt 1 bar, 2 bar. En als jij dan 4 bar hebt, dan hebben hun 1 bar. Dus ja, dat schiet niet op. Ik zou dan het liever toch kiezen dus inderdaad voor die lag eruit. Kijk, want campers hou je altijd in een game. Al kun je een game wel een beetje aanpassen zodat je minder campers krijgt. Oké. Maar dat hou je toch wel een beetje, campers. En snipers, ja, dat zit ook wel in de game. Al kun je ook aparte lobby's maken voor snipers. Vind ik. Maar lag vind ik het allerergste. Gewoon dedicated server, jongens. Gewoon met elke game. Kom op, we zijn nu weer 2015.
doe ik nou altijd gewoon dat de meeste games, vind ik, echt de blockbusters, zal ik het zo zeggen, gewoon een server hebben. Hè, net zoals Battlefield. Ja, Battlefield heeft ook servers. Dus waarom kan het niet bij Call of Duty? Ja toch? Ik vind van wel in ieder geval. Volgende vraag van Jordi Peters. Q&A. Welk pretpark / dierenpark vind je het leukst om naartoe te gaan? Om het leukst om heen te gaan. PS, hoop ook dat je mij ook trouwens subziet. Ik kijk, like en laat al een comment achter bij elke video. En ik herken je naam inderdaad, dus dan weet ik in ieder geval dat je een trouwe sub bent. Maar ondertussen ken ik natuurlijk heel veel namen al bij de comments. Dus ja, dan weet ik van, hey, die kijkt altijd mijn video. En dat is leuk natuurlijk om te zien. Even over je vraag, pretpark / dierenpark. Nou, dierenparken, moi, vind ik wel een keertje leuk om toe te gaan. Maar ja, als je één dierenpark ziet, vind ik zelf, dan zie je ze allemaal. Pretpark, ja, pretpark vind ik wel heel erg leuk om naartoe te gaan. Ik hou alleen niet zo van om elke keer naar dezelfde pretpark te gaan. Ik was pas geleden bijvoorbeeld geweest in Hellendoorn. En op zich hartstikke leuk park. Het is wel een beetje klein, een beetje voor de kinderen natuurlijk. Maar dat maakt allemaal niet uit. Mijn zusje heeft twee kleintjes, eentje van 2 en eentje van 5. Dus ik begrijp helemaal dat ze het leuk vinden om daar naartoe te gaan. Maar om daar bijvoorbeeld elke week naartoe te gaan, wat ze nu doen. En samen met mijn ouders, want mijn ouders zijn toevallig vandaag ook naar Hellendoorn. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja, weet je. Ja, dat trekt me ook weer niet, weet je. Ik vind het leuk om naar een park te gaan, pretpark te gaan, maar één keer per jaar of zo. Eén keer per 2 jaar naar één park en dan lekker naar een ander park te gaan. Hè? De ene keer naar de Efteling, de ene keer naar Walibi, de ene keer dan weer naar Hellendoorn, dan weer naar Euro Disney. Dus ja, het is wel voor mij zoiets van ik wil graag wat variatie erin hebben. Dus ik heb niet specifiek van één park vind ik het allerleukste. Volgende vraag van Bert-Jan Deni. Q&A, waarom gebruik je mijn vragen nooit? Haat je mij? Ja, ja, Bert-Jan, ik haat je hoor. Heel erg. Nee hoor. Nee, Bert-Jan is een goede trouwe abonnee natuurlijk. Hij is ook meegeweest aan dat kot-event en zo. En waarschijnlijk heeft hij nooit een leuke vraag. Sorry Bert-Jan. Dan ga ik hem niet beantwoorden. LegendKiller75 vraag aan mij. Q&A, waar werk je op dit moment? Waar ik werk? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik werk in een magazijn. In Lemmer. Bij een bedrijf. En dat bedrijf handelt in dieren. Voedsel/snacks. Specifiek eigenlijk voor honden. En wat ik doe daar eigenlijk is dan. Ik geef maar een voorbeeld. Iedereen kent van die dingen waar die honden aan knagen, zeg maar. Hè? Dus gaan bijten in die oren en zo, dat soort dingen. Nou, dat soort dingen doe ik. Hè? Oren drogen. Maar ook darmen drogen, dat soort dingen. En dat moet ik dan ook snijden. En vet eraf halen, want vet is niet goed voor een hond. En dan wordt het gedroogd bijvoorbeeld. En dan gaat het in een speciale droger op 90 graden. En dan wordt alle vocht eruit getrokken. En dan komen er van die stokjes uit, zeg maar, op die darmen. En die stokjes zagen wij. En dan kunnen die honden kunnen dan kluiven. Dat is een van de dingen die ik maak bijvoorbeeld. Het is niet echt wat je zegt van, wauw, leuk werk. Maar het is gewoon werk en ik accepteer dat gewoon. En ik vind het ook niet erg om te werken natuurlijk. Dus ja, ik had zoiets van, ik moet dit gewoon wel aannemen. Want dan... Ja, ben ik in ieder geval ook lekker even onder de mensen natuurlijk. En zit ik ook niet elke dag thuis. Dus dat was eigenlijk mijn specifieke reden. Maar het is niet zo dat ik het mijn hele leven wil gaan doen natuurlijk. Het is gewoon voor tijdelijk, weet je. Het houdt me in ieder geval lekker van de straat. Ja, toch? Volgende vraag van Koetje. Dus Lisa trouwens. Die ken ik van Twitter. Lisa, Fish Army Lisa. Geen Black Ops 2 of geen Advanced Warfare? Dan toch Advanced Warfare. Niet, zeg maar. Black Ops 2 of Black Ops 3? Ik hoop dan toch Black Ops 3. Want ja, ik vind Black Ops 2 mooi. Al was Ghost minder. En daarna Advanced Warfare nog minder. Voor mijzelf, hè. Dus ik hoop toch echt op Black Ops 3. En we gaan het gewoon zien. Ja, toch? Dus ik zet in ieder geval mijn ding in op Black Ops 3. En PC van Shotgun. Nou, ik hou hoe dan ook liever van SMG's. Dus ik ga hoe dan ook voor de MP7 natuurlijk. Zowel in Black Ops 2 vind ik hem leuk spelen. In MP3 is natuurlijk gewoon lekker overpowered. Zie je ook deze gameplay natuurlijk. En welke vind je fijner? De ballista of de DSR? Nou, grappig natuurlijk. Want snipers, ik haat in principe snipers. Vooral om tegen te krijgen, zeg maar. Maar als ik het toch mag kiezen, de DSR zelf vind ik toch wat lekkerder. Want daar heb je in ieder geval minder hitmarkers op. De ballista is misschien wat grappiger om mee te spelen. Ook omdat je natuurlijk ook de Ironsight ballista hebt. En die vind ik natuurlijk wel super vet, de Ironsight. Dus op zich... Ja, hebben ze al wel wat, maar ik zou toch kiezen voor de DSR. Omdat je daar gewoon minder hitmarkers hebt.
kijken naar de gameplay. Want we moeten wel een beetje rekening mee houden met de vraag. 10 minuutjes. Oké, dan kunnen we nog een lekker vraag beantwoorden natuurlijk. Ja, Jacco Game met vraag naar mij. Q&A, Fish. Heb je liever een greenscreen? Vergeet een eetje. Of een facecam? Ik heb liever een facecam altijd eigenlijk. En ja, ik ga geen greenscreen kopen. Ik vind het zelf, ik weet niet hoe duur zo'n ding is hoor, maar ik vind het een beetje overbodig eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ik vind het, op een of andere manier vind ik een facecam leuker, ook omdat je gewoon je facecam overal kan neerzetten. En bij een greenscreen heb je toch zoiets van, het is toch wel raar, aangezien je bij een greenscreen zeg maar bijvoorbeeld de helft van je lichaam ziet, hè, vanaf de helft van je buik zeg maar. En dan heb je zo'n afgekapt ding. Hè? Stel ik dus nu mijn facecam hierboven zou zetten, met een greenscreen, dan heb je zo'n afgekapt lichaam. En ik weet niet, ik vind dat gewoon niet mooi ofzo. Dus ja, ik kies dan toch gewoon hoe dan ook voor een facecam. Ook omdat je gewoon lekker je Twitter in kan zetten. Hè, als iemand je video opent, voor het eerst je video opent, dan zit je meteen net van, hey, FusionNL speelt hier. En ja, oh, hij heeft Twitter ook nog. Nou, dan kun je meteen volgen op Twitter, weet je. Dus ja, op zich is dat eigenlijk mijn reden waarom ik in ieder geval geen greenscreen zou nemen. Al is het misschien zo dat je bij livestreamen dat het op zich wel leuker is. Omdat je dan meer van de gameplay ziet. En een livestream upload je in principe natuurlijk niet helemaal op je kanaal. Behalve wat ik nu doe met mijn Black Ops 2 toernooi, want dat vind ik gewoon leuk om dat op mijn kanaal te hebben. Hè? Dat upload ik gewoon helemaal op mijn kanaal. Maar als ik ga livestreamen, ja, dan zal ik hoogstens een keertje een highlight daarvan online gooien. Maar niet de hele stream. Want ik stream gewoon natuurlijk op Twitch. Verder, ja toch? Ik zie hier wel dat de gameplay weer over is. Ik hoop dat jullie de Q&A leuk vonden. Vergeet niet je vragen achter te laten. Vergeet natuurlijk niet een duimpje te geven. En dan zeg ik natuurlijk zoals altijd, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en bye bye!